En heel dat boekje Hooglied, dat gaat over één ding. Ambrosius, die heeft er een boek over geschreven. En dat boek, dat heb ik aan de catechisanten, heeft de kerkraad aan de catechisanten meegegeven. Het zien op Jezus. Daar hebben Ambrosius zo'n dik boek over geschreven. Dat het daarover gaat in het boekje Hooglied. Dat deze vrouw, dit meisje, het zicht op haar bruidegom is kwijtgeraakt. Ik weet uit ervaring, lieve gemeente, dat er zijn in mijn midden die zijn het zicht op Jezus kwijtgeraakt. En heel de Bijbel staat er bol van. In een tijdsvorm, in het Grieks bijvoorbeeld, dat zien niet zomaar is even af en toe of zo. Weet je wel, zo genoot en zo weer toegesloten, zo niet. Maar er staat een woord in het Grieks, een gedurig zien op Jezus. Daar gebruikt de Bijbel allerlei beelden voor. Johannes de Doper, die zei al, zie het lam van God, wat de zonde der wereld wegneemt. Je wordt opgeroepen om te zien op Jezus. En u in het bijzonder, u die aan de tafel des Heren deelneemt, als u het zicht op Jezus kwijt bent, dan hebt u vragen, twijfel, onzekerheid, wanhoopsgedachten. En hoe kom je daaruit? Hoe kom je daarvan verlost? Door het zien op Jezus. En daarom dat woordje in het Grieks niet zomaar af en toe, maar dat we hem op ons netvlies hebben. Waar de bruid uit het Hooglied ziet op haar bruidegom en dat haar bruidegom zegt, wend je hoofd van me af, want je ogen doen mij geweld aan. Ze was zo gevangen door het zien op Jezus, dat haar bruidegom als het ware haar van zich afduwde om haar nog meer te laten zien op de bruidegom. Zie het lam Gods, wat de zonde de wereld wegneemt. Of zoals het was op de berg der verheerlijking. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. De Heilige Schrift staat er vol van. Een aansporing. Een bevel om te zien op Jezus. En dan gaan we vanmorgen maar niet te diep erop in, hè. Hoe u eigen voelt en hoe u tegen u eigen aankijkt en hoe u tegen dit en tegen dat aankijkt. Maar het gaat vanmorgen over het zien op Jezus. Je zalig kijken, zegt een van onze vaderen, op hem. Voor diegene is het avondmaal. En natuurlijk. Is er dan zo'n volkomen geloof nodig? Nou, aan de tafel wil de Heer dat ook verzekeren, verzegelen. Hij wil dat ook dat geloof versterken, niet afbreken. Niet u in de put trappen. Niet u wijzen op uw onvolkomenheden. Maar de bruidegom die wenst dat de liefde in uw hart, die moet er wel wezen. Is die er? Liefde omdat hij zijn liefde in mij heeft uitgestort. Daarom hebben wij hem lief gekregen. Die liefde wil hij versterken.